mijn grootvader in 1929 won ooit de eerste. En ik heb nog van de week een interview van mijn pa, Willy, even herbekeken, waarin hij zei, ja, uw grootvader die heeft 493 koersen gewonnen. Straks, dat is om 14 uur, dan gaan we aan beginnen. We verwachten nog wel wat renners. Ze zijn van harte uitgenodigd bij deze om zich op het podium te komen melden. Hun wens vervuld. Ze staan op de foto met Siebe de Weert, de man die zometeen jammer genoeg niet zelf kan deelnemen, maar wel voor eigen volk de start zal geven van Heusdenkoers. Alle renners worden aan de start gevraagd. Toelik of Armstrong met nou een video de paag. All the riders invited right now at the start, please. 21 laps to go. Nous avons 21 tours à faire en totaal. We hebben nog 1 minuut voor de start, nog een goed minuut voor de départ. We gaan zo meteen aftellen en dan mag Siebe de start geven. En we hopen dat we daar een van de komende jaren. 3, 2, 1. En met deze het startschot en met deze ook uw aanmoedigend applaus. We zijn er al begonnen. Heusdenkoers 2024 is onderweg. De 73ste grote prijs. Willy Hamerling, gewenste renners. Veel succes toe. We zijn er mee weg. 21 grote koers. We zijn er al begonnen met 127 renners aan de start. Of een plaatsbelager zit weekers ziet of niet? Weekers? Ja. Dat zie je nog alle ronden. Ja, dat weet je, maar daar zie je de hele tijd, hè? Live. Op het scherm. Ah, ja. Als je daar een punt wint. Ze rijden nog niet zo af. Ze zitten nog maar aan de deur. Nee, joh. Daar is de poortje. We zijn de... Nee, die staat, hè? Ah, ja, 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 ja. Een bochtig parcours, geloof ik. Hè? Een bochtig parcours. Ja, dat stuk valt mee, maar dat stuk rond de lange baan is. Scherpe bochtjes. Een jaar of twee, drie geleden, pas zeker. Ja, nu zijn ze in de Magerstraat, de brug van de Magerstraat. Ja. Nou gaan ze alleen sorteren. Kijk, hier is Santa. En we hebben inderdaad al volk in de aanval. We hebben al renners die het proberen. We zijn één rondje bezig en we hebben twee renners lichtjes afgescheiden van de rest. Dan hebben we 134 en 31 met Wies Verdonk op pad samen met de Duitser Nick Bangert. We hebben een reactie waarbij Jens Rijmers vertrokken is en Rijmers Verdonk maakt zijn eerste passage. Dus toch al wat beweging, toch al wat actie, voorgaande de koers. Twee renners dus met een kleine afscheiding op de rest van het peloton. Peloton besloten met de passage van Ewout de Keizer uit het Tarteletto Isorix team. Volgens van die gesteven is nog een halve minuut. Het peloton probeert nog van de rug te rijden. Een reactie van de Duitse Joshua Hoepert van het team Jonge Kenderhals. Half 5 en half 6 is de bulletin, dat als een item zijn. Het zou kunnen dat Sanne erbij is, omdat een paar mensen aan bod komen. Het zou kunnen van niet. Maar dan beslissen ze gaan. Half 6, half 7. We zouden dat wel op de site ook kunnen. Ja. Start. En die hebben dus 35 seconden voorsprong, zoals het daarnet werd opgemeten. Op een anderhalve kilometer, zowat voor de passage. We hebben twee renners, eens de halve reactie met Michael van Toernat, die aan het wegrijden is met Alex van den Boek in Sun. Dus Michael van Toernat, Alex van den Boek in de reactie voor de top op 40 seconden. We gaan met nog in de peloton, ik ga op zijn bal. 40 seconden afgestaan voor de peloton op de drie topmannen. Alex van Stumas, Josef en Niels Driessen, dat zijn de drie topman. Kom aan Maatje, passage van de Fabian Feyhaert. Thank you.
zon. Straks gaan we eerst de penning brengen aan de streep. Die komt op het einde van de zesde ronde. We zijn nu vijf ronden aan het koersen. Dus straks eerste premie mannen bij de volgende passage. De eerste keer de kans om €25 premie op te strijken. Met het einde van de 18e ronde. Dit zijn twee tegenhanders. De voorwaarts volgen van de ballon. Die zijn ietsje dichter gekomen. Die worden in de seconde om over van de kaarten op de Chatoubak overvliegt. Zijn al proberen weg te leiden uit het koppel. Uitgedunder kunnen doen. Met de doortocht naar verder voor de koers. We hebben nog 16 ronde wedstrijd. 16 actie. Vertoont toch her en der al wat breukjes op dit moment. Er is ook felle reactie in de voorwacht van dat peloton. Tijdsverschil 20 seconden. Ik kaart de 5 seconden met dat. Verschil van 20 seconden voor de 3. De nummer 22, Thomas Joseph, mag genoteerd worden op het premieblad. Hij strijkt de eerste premie op. De man van dezelfde lijn op. Op het einde van de zesde ronde. Dat is op een 25-tal seconden. Dat is een reactie van Aaron van der Beke. Het peloton zit op een half minuutje. Nog 15 door de koers van een 15 seconden. En nog naar 6. Einde van ronde nummer 6. Het peloton op dit moment is op een half minuutje gepasseerd van de drie kopmannen. En dan de kolonnen en ploegrijderswagens die ook terug passeren. Met nog 15 ronden voor de boeg. Dan zijn er wel de eerste passage van de rijders. Kom op! We hebben nog 14 ronden voor wat deze 73 series van de koers betreft. Dat is de voorwaarts van deze mond onder meers. Die dan nog een mannetje meekrijgt. Om de verkaarten die ook inspanning aan het geven is. En de peloton dat toch wel weer wat verbrokkeling vertoont daar in de voorwaarts. Een vrij aardig uitgedoen peloton passeren na 7 ronden op 14 door de koers. 1/3 van de wedstrijd zit erop. Dus nog 13 rondjes te doen. En we hebben onveranderd de drie kopmannen. U kent ze onderhand wel. Laurens Rex, Thomas Joseph en de premiekaper bij deze passage, Niels Driessen. Op een klein half minuutje deze groep met onder meer Otto Vergaten die daar werk aan het verzetten is. Een man of 7-8 in een eerste achtervolgende groep. We gaan straks proberen de samenstelling te bewachtigen. Dat gaat ons wel lukken. Via Roos en Freddy gaan we dat wel straks kunnen verkondigen. De namen van de renners die meezitten in de eerste achtervolgende groep. Van de toon op zowel 3/4 minuut. Voor de voorgang van de toon is aan het verbrokkelen. Zo ben je zadelijk. Sommige renners beginnen toch al stilaan de inspanningen te gevoelen. We zijn inderdaad 8 rondjes ver in de wedstrijd. 13 ronde koers toch. Tegen aan alles voor de Schiffrink, hier is de Nederlander Tom Vermeer. Het nummer 57 is mee voor Metek Zonderbad, Roy Hogetoren. Het nummer 11 zit erbij, Thomas Sportsman voor Bingo Holland in Brussel. Het nummer 2 is mee, Dries de Bond voor Decathlon AG de Zijde. Het nummer 61 zit erbij, een andere Nederlander van Metek, Kasper van der Wouden. Het nummer 36 zit erbij, de Duitser Joshua Hoeperts. Het nummer 3 is mee, Gianluca Pommelfried. En op het nummer 23 zit erbij. En dat is Gianni Martial van de ploeg Tartaletto Israël. Thank you.
Godverdomme! Hier zijn ze, zeg! Renard, dit is een millimeter! Een millimeter van leden. Wist niet. Was nu? Maar je hebt gewoon niet te weet. Ja, je hebt ook geweest verloren. Hier pas helemaal. We moeten nog verhaal. De aanval nu, de Nederlander Casper van der Wouten van het Metex. Hallo! De andere mannen uit de aangedikte topgroep en dan gaat zometeen ook het peloton opduiken. Deze 73e editie van Heusden Koers, de grote prijs, Willy Hamerling. Peloton op 58 seconden. De eerste rit is op 58 seconden van de rijders. Wordt daarvoor het peloton en dan de Saint-Paul Griesenwalder. 51 seconds, dat is het tijd van de hand van de peloton. 58 seconden op 6 ronden voor de finish. Ik ben supporter van Michael. Ah, en Michael ook in Westerlijk woont. Ja. En ik hoor daarvan. Ah, daarom, ja. Supporter, ja. Jij komt regelmatig naar de koers. Ja. Ja.
bijna elke week. Ja. Koers is mijn leven. Ja, ja, ja. Voilà. Vandaag in Heusden. Heusden koers. Ja. Goed weer. Zeer goed weer. In Heusden. Veel volk. Ja. En zo. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Eerste keer dat je bent in Heusden? Nee, dat is mijn vierde keer. Vierde keer toch wel, ja. Ja. Je bent hier met familie, vrienden? Alleen met vrienden. Ja, ja, ja. Ja. Eerste keer. Ja, eerste keer. Ik zie dat je gaat aankomen, hè? Ja. Gaan we kijken en supporteren. Ja. Naar een uurtje. Ja, toch wel, ja. Ja. En wie zou het winnen? Kent jij al andere coureurs? Ik weet niet wie er gaat winnen. Ja, ja, ja. Om nog af te wachten. Ja, af te wachten. We zijn allemaal samen bijna. Ja, 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 ja. Ja, mee. Ja, ja, ja. Allee. Oké. Okay. Succes, beste. Dag. Dankjewel. Dag. Ja. Er zijn blijkbaar drie renners die zich aan het loswerken zijn vanuit die ruime kopgroep. En de premie gaat naar de nummer 61 en dat is Kasper van der Waalde. Elias van der Waalde. Kom aan, ik ben er! Vijf ronden moesten. Want dat zijn toe. Paar hartstikke wel voor de groep. We hebben nog vijf ronden te doen. Heeft er twee mannetjes met zich meegekregen. Allee, Joris. Dat was Jules de Magge. Op het peloton passeert op vijf ronden voor het einde. Voor de tol op een goede minuut. 1 minuut en 5 seconden. Zowat is de achterstand. Allee, allee, kom. En dat is zijn toe. Paar hartstikke wel. Dames? Nee, je bent geen wielrenster, nee. Jawel, jawel, ik heb meegereden de zaterdag. Ja, toch wel, ja, ja. Ja. Hier hebben we nog 4 ronden te doen. En we gaan kijken naar de situatie. Goedje, Annika! Tot de leer! Is mee. Elias van Brugge zit daarbij. We hebben de reactie van Thomas Josephs. Allee, we in de kopgroep. Die ronden nog mannen. Is er weer mee? Wat? Is er weer mee? En wie is het? Tom Vermeeren. Ja. Kan hij goed spurten? Ja. Toch wel, ja. Vorig jaar was hij tweede, dus. Ja. Jij bent de grote supporter, hè? Ja. Tom Vermeeren is mee vooraan. Ja, ja. Die meneer vraagt jou iets, hè? Ja. Die vieren zijn nog niet waard. Ja, ja, ja. Kijk hier ook, rond een minuut blijft het op maar aan. Ja, ja. Mooie koers geweest, hè? Ja, 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 zeker weten. Jullie zijn supporter waarschijnlijk van... Gianluca Pollevliet, hè? Ja, ja. Toch, en hij zit hier nu bij de vier eerste, ja. Hè? Maar ja. Ook een beetje spurter of zo? Ja. En een rap. Ja, want hij doet veel pisten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, goed, en een rap. En natuurlijk... Maar het is een podium, hè? 1, 2, 3. Ja, wat? Maar ik kon niet te veel naar de broek kijken. Die andere ken ik zo goed niet. Onze rap zijn. Maar ik weet dat Apollo vliegt een rap. Ja. Oké. Okay. Dus dat is wel. Die andere die in de bar zitten, denk ik ook. Die moet de Dupont. Dupont. Is dat is een rap. Hij heeft al 2 keer gewonnen. Die moet de Dupont. Dat is ook een rap. Hij heeft al 2 keer gewonnen. Nee. Ja, ja. Dat is een gevoorlijk. Ja. 1.20 inderdaad, zo aan de achterstand. 4 ronden nog te doen, maar een voorlaagstiegel. Voor het eerste deel van het peloton, een tweede kleine groepje, volgt Corbeil. En dat groepje, Sint-Sanchez aan top. De Belgische beloftekampioen 2024. Ja, het is geen toilet. Michael zit er nog bij. En we hebben nog wel eens een tweede grotere deel van het peloton passeert op 4 ronden van het einde. Onder de aanvoering van Laurens Nassim. Laurens Nassim die hier als leider van die deel van het peloton passeert op 4 ronden voor de finish.
En dan gaan we het weten wie zich winnaar van Heus de Koers 2024 mag noemen. Deze mannen doen daar een gooi naar, na die mogelijke overwinning. We hebben de laatste premie, die wordt op zak gestoken door Elias van Bruisingen. Heeft zijn plaatsje in de kopgroep, dat heeft ook Jentel van der Velden. Ze zijn met zessen aan het wegrijden. We gaan straks wel de samenstelling officieel kunnen meedelen, maar de laatste premie van vandaag, de laatste 25 euro van Intiglio, zijn op naam gekomen van de man van Shifting Gears, de Belgische kampioen in de Elite 2 categorie 2024, Elias van Breusingen. Deze mannen gaan ook op pad voor de resterende drie ronden. Een groepje met Otto Vergaarde onder meer, een groepje met ook Thomas Joseph en met nog een aantal andere mannen. Ook begonnen aan de resterende drie ronden. Zometeen gaat ook het peloton, een verbrokkeld peloton, voorbij trekken. Dat gaat in verschillende groepjes zijn, dat gaat u zo meteen zien. Ook vooral die renners langs nog drie ronden af te werken. Nummer 101, Elias van Breusingen. Het nummer 9, Jentel van de Velde. Het nummer 60 zit daarbij, Axel van der Tuuk. Het nummer 3, Gianluca Pollevliet. Het nummer 6, Laurens Rex. Het nummer 2, Dries de Bond. En het nummer 19 ook mee vooraan, Timothy Dupont. Dat zijn de kopmannen. Rital, ja. Wie zijn dat, die Rital? Timothy Dupont, Dries de Bond en Laurens Rex. Wie weet, ja. We zullen zien. Nog mannen die we voorbij krijgen op drie ronden voor het einde. Passage van onder meer Torsten de Meijeren. En een grotere groep met Victor van den Bergen in de voorwerk. Drie ronden nog, jongens. Drie ronden koers nog. Met Dries de Bond aan het commando in de kopgroep. Twee ronden koers nog los. Twee ronden nog, mannen. Ze volgen bij de passage op 32 seconden. 32 secondjes is achterstand voor deze mannen, aangevoerd door het nummer 132, Oliver Grave, de Nieuw-Zeelander van het Alphasun Passo Team Vlaanders. Ook deze mannen hebben nog twee ronden te doen. Dat lijkt me Taco van der Hoorn te zijn op kop bij deze mannen. Twee ronden nog, jongens. Two laps to go. Een groepje ook met Otto Vergaarde. Twee ronden koers nog, ook voor deze groep. Ja, hangt erin in de lucht, hè? Ja, is dat van u? Nee, ik weet niet. Ja. We gaan dus alsjeblieft. De eerste man uit dat grondstelbond wel eens op dit moment. Aanmoedigingen ook voor deze jongens van Antwerpen. Een groep onder aanvoering van Cindy Arts, een van de Duitsers uit het team Lotto Kerthaus. Andere mannen die aan de voorlaatste ronde beginnen. Vuurlaatste Kerthaus.
Sims. Roll up the girl, final up, then we do Lars Loreman. Hoefmaker van de laatste ronde, laatste ronde. Ik denk dat Fred de Bel nooit meer gaat moest gaan van de ronde. Hij kent Van Breus, ja, we weten als coureur. En welke coureur is dat? Heeft hij wat al gewonnen ofzo? Van de Leeuwen 9 gewonnen. Toch wel? Op welke manier? Spurt of zo? Altijd niet laten zien, niet laten zien, maar in de koers tegen de twee laatste ronde, bang. Deze keer is... Op een, dan is 35 jaar, hè. Maar dan heb je het door de letter altijd gereden. Ja, zeker. Door, hè. Zij is overal gaan naar hier. Ik zeg het, allemaal zijn koers. Het zal een mooie coureur zijn als ze hier dan ook bent. Ah, ja. Deze is de laatste ronde. De laatste ronde. Kom maar, Leonas. Zijn die hij toch wel dit jaar aan het verzamelen is, is de overwinningen aan het opstapelen. Grote uitschieter was uiteraard dat PK, maar ook deze overwinning in heuse koers zal zeker en vast toch wel op de bucketlist gestaan hebben bij Elias van Breusinchem. Op weg op zijn eentje richting de slotkilometer. Heeft al 15 de verwachte winnaar. Van Breusinchem. Dat zal een verkeerde zaak moeten zijn. Geweldige zegen erbij. Hij is er echt wel aan het opstapelen dit seizoen. Gianluca Vollenvliet. Wat is dat, Gianluca? Op voorkastig belden straks voor de huldiging. En dan wordt er een gesprint voor plek 3. Sprint in volgang voor het laatste vakante plekje. Op de Vollenvliet. En dan krijgen we een plekje van de 60 voor Axel van der Vliet. Axel van der Vliet. Nicolas Slami blijft in de provincie. Joshua Hoekens. Podium
openingsceremonie met Van Brussel en Bollefieter van de Puk als nummers 1, 2 en 3. Ook deze mannen lopen binnen. Mag ze gerust een applausje geven, dames en heren. Met Taco van der Horen, groepje met Alex van den Bult onder meer. Aankomst stond over de kaarten, want hij heeft zich laten zien in deze editie van Heuse Koers. Terwijl een groot deel van de peloton aan het springen is richting finish. Springen van deze man gewonnen door Zielkoffer. Aankomst blokjes gewonnen door Senne Hoekstraat. Citropios, Elias van Breusingen heeft de koers gewonnen. Daarmee weten zijn Shifting Gears ploegmakkers dat ze straks mee de champagne mogen uitkurken. Hallo, Arne Marit als laatste binnen de beste wagen is er. Wij mogen u graag uitnodigen aan de roepingen. We gaan nu in de buurt van de finish. Hans! Proficiat, hè, man. Merci. Hey, super, hè, man. Voilà. Kopje, kopje, hè. Ja, ik ging eigenlijk eerst al het eerste brusken proberen, maar hij had een motto, hij was de hele tijd achter hem aan het kijken. Dus ja, moest wel het tweede brusken, want hij ook een mot. Maar ja, kon niet anders. Hè. Ik moest het proberen en het zat nog veel sneeuw op. En ik had direct een meter of vijf, denk ik. Ja. En ik hoorde iemand roepen langs de kant, gezij los. Ja. Dus wij blijven rijden tot boven en ik achter mij. Ik had direct de school gehad. Geen probleem. En dan zijn we toch meer met die... Ja, dat is goed. Ik zag hem heel te... Maar hij doet dat altijd in zo'n kermiskoers. Ja. Dus... En dan wacht je op het moment. Nou, opeens weg. Maar eigenlijk net hetzelfde, gelijk op de brug. Zonder dat het moet. Ja. Volop bezig zijn, de huldiging van... De 73ste supergeslaagde editie van Heuse Koers. Chapeau aan Sportclub Klaver 7. Ze hebben een geweldige wedstrijd gehad. Het wielerfeest was er alweer. Eentje op u tegen te zeggen. En dat feest gaat vanavond nog wel even duren. Maar we gaan eerst de top 3 straks huldigen binnen een paar minuutjes. Tevreden met de uitslag? Heel tevreden. Hij heeft heel goed werk gedaan. Dat is een superrenner. Inderdaad, inderdaad. Een lastig parcours, waarschijnlijk lastig parcours. Ja, ook. Ja. Was het de eerste maal dat hij meedeed? Ik ken het parcours. Wat dat vroeger gewoon, hè? Ik heb het trotje neer, hè? Atos. Zijn we niet bezig over de koek? Mag ik onze burgemeester, mag ik onze schepen? En dan kunnen we er effectief aan beginnen. Graag uw aandacht voor wat komen gaat, namelijk de huldiging na afloop van de 73ste editie van Heuse Koers. De grote prijs Willy Haberlink, founding father van Heuse Koers. Dames en heren, we gaan naar de top 3 van de wedstrijd. We gaan beginnen met de derde in de uitslag. Heeft zich naar die derde plek gesprint. Heeft in die sprint trouwens Timothy Dupont geklopt. Dus hij moet van goede huizen zijn om dat te kunnen doen. Hij komt uit Nederland. Hij rijdt voor het Metec Sonderwat team. Mag ik een applaus? Uw welverdiende applaus voor Axel van der Tuk, de derde, dames en heren. Proficiat, Axel. We gingen de slotronde in met 2 kopmannen. Uiteindelijk is de latere winnaar nog weggereden. Maar deze man mag absoluut...
als uiteindelijke tweede in de uitslag als smaakmaker bestempeld worden van deze koers. Hij rijdt voor het Decathlon AG Desert La Mondiale Team voor nummer 2. Graag uw applaus, Gianluca Poelenvliet. Je moet het maar doen, als een van de absolute uitgesproken topfavorieten uiteindelijk alle verwachtingen invullen. Hij werd anderhalve week geleden Belgisch kampioen bij de Elite 2 categorie. Dat was een hoogdag, maar dit mag er ook wezen. De winnaar van Heusdenkoers, de 73ste naam op de erelijst. Uw overwinningsapplaus voor Elias van Breusegem! Elias van Breusegem, de winnaar van deze 73ste editie. Een applausje voor Axel, dames en heren. Kussen en bloemen voor nummer 2. Applaus voor Gianluca Poelenvliet. En dan het overwinningsboeket. Voilà, we zijn er terug. Het overwinningsboeket. Overhandigd door de burgemeester. Het boeket ter zinnen voor winnaar van vandaag, Elias van Breusegem. We gaan Magnum flessen champagne uitreiken. De mensen van Klaver 7 gaan daarvoor zorgen. Juri, Bart en Fred, die mogen aan de slag. Die mogen de flessen, de Magnum flessen champagne gaan uitreiken. We zijn er belangen nog niet, er volgt nog heel veel. Maar ze krijgen na de bloemen nu ook de champagne uitgereikt door mannen die ook eens een fantastisch applaus mogen krijgen. De organisatoren, de mannen van Sportclub Klaver 7. Proficiat. We gaan ze ook fruitmanden laten in ontvangst nemen. Die worden geschonken door Rudy de Wilde. Mag ik schepen Raman uitnodigen om de fruitmanden uit te reiken. Een korf vol met lekkere dingen. Eerst voor Axel van der Tuk. We hebben een korf vol met heerlijke fruitsoorten. Een korf, een mandje voor Gianluca Poelenvliet. En dan hebben we een nog iets groter uitgevallen mand. Rudy de Wilde te vinden op de maandagmarkt in Heusden. Dit mag hij gaan opsmullen, dames en heren. De winnaar van vandaag, Elias van Breusegem. We hebben ook cadeautjes namens de brouwerij Huigen. Mag ik schepen van sport de heer Philip de Meijer uitnodigen? We hebben een vaatje Delirium voor Axel van der Tuk. En Axel, dat is een geweldig lekker biertje, dus geniet ervan. Ik hoef niet vanavond al het pakket ter hand genomen en ze gaat dat mogen uitreiken samen met de andere mensen aan de nummers 1, 2 en 3. Dus nog heerlijke biertjes, het kan niet op. We hebben bij ons de winnares van zaterdag, jongsleden. Ze heeft nog geen applaus gekregen. Jesse van den Bulke mag dat nu krijgen. Zij gaat Vini Fratelli flessen uitreiken. Dus dat zijn ook flessen die mogen opgespaard worden, jongens, om er van te genieten een van de komende dagen. Jesse van den Bulke, winnares van zaterdag, mag die overhandigen. We hebben voor de winnaars nog een kangaroobon. Mag ik Ronald uitnodigen namens Sportclub Klaver 7, Jas van Breusegem. En Bart heeft nog iets in petto. Hij mag binnenkort ook naar de Rozelaars. En Bart gaat die waardebon overhandigen aan Elias van Breusegem. En dan moet hij nog één klein oot krijgen. Want deze wedstrijd, dames en heren, is nog altijd het onvervalste wereldkampioenschap der kermiskoersen. Mag ik Fred Hamerlink, voorzitter van het organisatiecomité, uitnodigen. Hij mag zich dus wereldkampioen der kermiskoersen 2024 noemen. Elias van Breusegem. En dan het spettermoment, het champagnemoment. We gaan de kurken laten knallen, mannen. Jesse is in de buurt. Daar heeft ze ervaring mee ondertussen. Voilà, de kurken knallen, mannen. De spetters vliegen in het rond. Een feestelijk ogenblik. Na afloop van alweer een geweldig geslaagde editie. Heusdenkoers. Ja. Geniet nog van de unieke après-koerssfeer van Heusdenkoers. Geniet nog van vanavond. Tot binnenkort. Bedankt. Tot ziens. Weg hier. Weg zijn. Koers, hè. Dat is voor u. Wat is het? Ja, kom, hè. Wat? Dat is toch lekker? Hoppa. Pompa! Je drinkt er dag in, oké? Okay?
Hier zijn bloemen en bierprijzen te winnen. Hè. Wat is dat, jong? Amai. Ja, ja. Ah, wij drinken niet, dus. Oh, ja, ja. Zeker de huurrenners niet. Hè. Maar ja, dank je niet. En, ik ben een goede uitslag voor... Ja, ik moet zeggen, hij komt juist uit revalidatie. Dus kan hij mooier zijn. En anders is het toch al op zijn niveau? Ja. Hoe is het met jou? Ik ben zo geweest. En? Maar ja, ik had je al een paar keer gezien in de ding. Wat van deur stuk. Je hebt het verdiend waarschijnlijk, hè? Ja. Een flesje zelfs. Ja. Ja, gegokt op de winnaar? Het is met zijn vader. Ah, dat is zijn vader. Dan verdien je dat. En ik heb rond gestapt. Ja. Ik heb 12 kilometer gestapt. Gestapt, ja. Maar hier zijn er bloemen en ook bier en zelfs de ja, rustig. Goed, hè? Ah, je proeft het. En goed voor mijn tikker, hè? Even een tikker. Hé, hey, Bomba, is dat gewoon? Zeker verdiend. Ik zou ook niet dragen, zo. Hela, hela. Voilà. Hier. Ik ben die champagne gaan drinken. Moeten we dragen, goed gedaan. Goed beste nog. Beste nog. Salut, hè. Dat moet straks zijn. Hier, pak hem een keer. Kijk maar naar het water, ja. Oh, dikzak. Kijk naar ja, hey, dat is dubbel, hè.